Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik weer een keer een review, een tijd geleden. En ja, Jan Roos is gestopt met zijn reviews, dus misschien moet ik het even wat vaker doen nu om dat gat op te vullen. Maar goed, het is bijna november, tijd voor ertessoep. En ik had geen zin om zelf ertessoep te maken. En toen kwam ik deze tegen bij de HEMA. De vegetarische ertessoep van de HEMA. En ik denk, hey, die ga ik eten, die wil ik proberen. En ik heb wel eens meer vegetarische ertessoep gereviewd van Unox. En dat was alweer 3 jaar geleden, denk ik. En die vond ik toen wel oké, alleen de worst erin vond ik niet lekker. En ik heb 2 jaar later nog een keer de Unox vegetarische rookworst gereviewd. Die smaakt echt naar een drol gewoon, dat is niet te vreten. En dan staat er hier met onze unieke ookworst. Want ze hebben bij de HEMA dus rookworst vegetarisch en die heet ookworst. En ik heb na die vegetarische rookworst van Unox besloten, ik ga dat nooit meer reviewen. Het is niet te vreten. Echt mensen die als beroep rookworsten namaken hebben gekozen, die zijn volgens mij in hun jeugd overreden door een veewagen. Dat kan niet anders. Maar goed, het zit hier dus in. En als het een beetje in de soep zit, vind ik het niet zo erg. Want dan valt het een beetje weg in de smaak van de ertessoep. Maar ik haal er gewoon even een stukje uit. Even los, dan heb ik gelijk de ookworst geprobeerd. Ik ben echt niet meer geïnteresseerd in het reviewen van vegetarische rookworst. Ik vind het zonde van mijn tijd, zonde van mijn geld. Maar ik wil wel lekkere rookworst erbij. Dus ik heb gewoon mijn favoriete rookworst van gewoon runde rookworst gekocht. Die heb ik volgens mij ook gebruikt in mijn video. Wat was het nou? Broodje rookworst kernoorlog heb ik deze ook gebruikt. En dit is echt fantastisch lekker. En dan eet ik bij mijn kop ertessoep met rookworst. Fries roggebrood met boerenkaas. Dezelfde boerenkaas uit mijn laatste video. Ik heb hem nog in de koeling liggen. Die rode is op, maar de gewone niet. En dat is heel standaard, hè, om bij een ettensoep roggebrood met spek te eten of kaas. Nou, ik doe kaas. En het is ook mijn ontbijt, mensen. Dus ik kan niet wachten. Ik ga beginnen. Kijken. 2 porties, vegetarisch, glutenvrij. Het was trouwens maar €2,05. Het was een aanbieding. Normaal is het ook onder de €3. Maar kwamen we bij de kassa achter dat hij in de aanbieding was. Wat zei dat meisje? €2,05. Even kijken. Hoe gaan we dit opwarmen? Gewoon in een pannetje staan natuurlijk. Staat er ineens op. Oh jawel. Giet de soep over in een pan en warm ze langzaam op. Roer de soep regelmatig door en laat de soep niet doorkoken. Oké. Lekker en vers. Lekker zal het wel zijn, maar vers is het niet natuurlijk. Lekker zo'n pudding. Ja. Dit is niet echt gieten, maar overgooien. Hoi Lientje. Even kijken. Langzaam opwarmen. Ja, snoepje, het is snoepjes tijd, poes voor jou. Het is 11 uur bijna. Dan mag je straks ook een stukje rookworst. Maar eerst maar lekker je snoepjes eten. Zo, terwijl de soep opwarmt. Leg ik vast de rookworst klaar. Ik ga de rookworst in een magnetron doen, lekker makkelijk. 2 minuten, 600 watt. En ik doe ook maar de helft, want dat ga ik niet opeten nu in mijn eentje. Zo. Ik ga de helft in de koelkast. Die is voor vanavond of zo. Nou, even geduld tot hij warm is. Zo, rookworst in de magnetron. De soep is bijna warm. 600 watt. 2 minuten. Hij ruikt lekker. En ik zit te kijken, waar is die ookworst dan? Ik verwacht schijfjes ookworst. Maar voor mij hebben ze het gewoon met de staafmixer erin gepureerd.
Maar goed. Ik maak even wat roggebrood gelijk. 2 lijkt me wel genoeg. Een beetje halve ringen. Dit is trouwens halve ringen met olijfolie. Die vind ik best wel lekker. Ja, dat was dan nog niet om. Ja, mijn laatste boerenkaas. Gaat hard hier de kaas. Ik ben echt gek op. De dikte is in ieder geval heel erg goed. Ik kan er nog net niet je lepel in rechtop zetten. Bijna. Er staan 2 porties, maar... Wat nou 2 porties? Gewoon 1 kom. Een beetje misleidend. Maar ja, als ik afga op de soepkommen die ze op mijn werk in de kantine hebben, dan zitten er wel 2 porties in, ja. Dan zit binnen 3 appel. Nou, hij blijft wel rechtop staan. Nou. Ik ga ontbijten. Eline, nou, eerst ga ik buisje de soep eten. Maar ik zie dus echt geen stukjes worst of zo in die soep zitten. Dat is echt raar. Ja, ik zie hier kleine brokjes, maar dat is geen... Ik verwacht echt schijfjes. Nou, de soep is oké. Ja. Natuurlijk niet zo lekker als je het zelf maakt, maar... Er zit nou een stukje oogworst. Ja, het valt uit mijn bakkers. Ja jongens, oogworst. Nou, dat dacht ik al. Net zoals die vegetarische rookworst van Unox. Gewoon niet lekker. Gelukkig valt het helemaal weg in de soep. Nou, een stukje rookworst. Echte rookworst. Dat wil iedereen toch als ontbijt? Oh, 11:15. Toch miste een dingetje in die ettensoep qua smaak, maar ik weet niet wat. Misschien wel peper of zout of zo. Nou, dus over het algemeen is het een prima soepje. Geen hoogvlieger. En ik stond even bij de Hema in dat schap te kijken, in de koeling. En ze hebben daar echt wel leuke dingen om te reviewen. Dus ik ga er eens een keertje wat vaker iets halen. Maar ook pizza's en ja, lijkt me leuk. Ja, lekker wat roggebrood. Het is altijd lekker om dan wat ettensoep zo over het roggebroodje heen te doen. Nou, ik ga Lina een stukje rookworst geven. Ik ben even aan het nadenken over het cijfer wat ik ga geven. En zoals vindt het heerlijk, maar ik geef er niet te veel van. Dat is veel te zout voor dat beest. Want zo goed is rookworst niet voor je. En die vegetarisch zal helemaal niet. Cijfer, 7. Echt niet hoger. Het is een prima soepje. Maar het is geen hoogvlieger of zo. Het is gewoon een fijn soepje voor als je er zin hebt om te koken. En zo met die roggebrood met kaas. En die runde rookworst erbij is echt wel een prima ontbijt. Nou goed mensen, ik ga mijn ontbijtje verder opeten. Lina is er ook al vandoor. Ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. En ik ga denk ik echt wel weer eens wat vaker reviews doen. Want de laatste is van een paar weken geleden, die falafel. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Altijd leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Kijken of het lekker is of niet. Nou ja, je weet hoe het werkt. Mensen, allemaal een hele fijne zondag. En ik zie jullie donderdag bij een nieuwe video. Doei. Echt helemaal.